Materiaal en gereedschap wat ik gebruik staat hieronder in de omschrijving. Met één probleempje nog, want deze nippeltjes die zijn natuurlijk een heel stuk kleiner. Die passen hier natuurlijk mooi in. Alleen die grotere nippels, die passen hier niet in. Die zijn te groot. Dus dat betekent dat die gaten even op moet boren. Dat zou wel moeten passen. Dat gaat helemaal goed. Nou ga ik het wiel spaken. Ik heb de handleiding daarnaast. Wel handig. Die kan je op internet vinden. Ga ik ze er even insteken. Maakt niet uit waar ik begin. Ik ga van buiten naar binnen. Dat is 1. Slaaggat over. 2. Drie en 9. Nou, dat klopt inderdaad. Dan houdt er dus overal een gat tussen. Nou moet ik dus die spaken in het wiel gaan steken. Ik begin bij het ventielgat. En dan neem je dus het gat, staat hier. Let op dat je het spaakgat neemt dat het hoogste ligt. Op de afbeelding is dat het gat rechts naast het ventiel. Maar bij mij is dat het gat links naast het ventiel. Dus daar ga ik beginnen. Maakt het niet uit welke je neemt. Die duw hier in. Handig, een snoertje erbij. En ik sla er elke keer 1 over. Want ik heb maar 1. Even kijken hoor. Zeg ik dat goed? Draai de nippel ongeveer 4,5 slagen op. En de volgende vraag. Sla je op de velg 3 gaten over. Nou, dat doe ik dus niet. Want dat betekent dat je 3 kruisingen hebt in je... met je spaken. Dus dan, meestal zit dat hier heel dicht bij elkaar. Dan heb je hier je eerste kruising. Dan kruist je hier een andere spaak. En dan kruist hij hem nog een keer. Dat betekent dat hij hem 3 keer gekruist heeft. Bij deze naaf heb ik maar 1 kruising. Dus dan moet ik ook maar 1 gat overslaan uiteraard. Klinkt een beetje verwarrend. Maar ik heb het al een keer gedaan natuurlijk. Toen had ik wel 3 kruisingen. En nu heb ik er maar 1. Ik draai er maar een paar slagen op. Slag of 4. De volgende. Ik ga het overslaan. Ik denk dat ik het wel ga redden. Met deze spaken. De slag is heel mooi. Ruimte zat. Laat het wiel omdraaien. Huppatee. Moet ik het tweede set spaken erin gaan doen, dan moet je het wiel dus omdraaien. Hij zit rechts, dus ik steek deze rechts erin. Als je eerste spaak nu links van het ventiel zit, steek je je spaken ook links van de onderste spaak van buiten naar binnen. Maar bij mij zit die rechts. Nu moet ik het volgende gat rechts nemen. En de spaak komt dan ook links van de spaak in de velg. En bij mij komt die dan rechts van de spaak in de velg. Ik sla er hier 1 over weer. De volgende komt dan hier. Het is even een klusje, maar dan heb je ook wat. Daarna heb ik het tweede set spaken erop zitten. Nu moet je gaan bepalen of je voldoende ruimte voor het ventiel krijgt dadelijk. Dat is wel belangrijk, want anders zit je te pielen om je band op te pompen. Dat schiet natuurlijk niet op. Dan moet je hem dus links of rechts gaan draaien. En hij moet in feite van het ventielgat afwijzen. Dus betekent bij mij linksom. En dan wijst hij van het ventielgat af.
hem rechtsom draait, kijk, je ziet het al, dan gaat hij hier, dan gaat hij hem hier kruisen. Dan zit je dadelijk moeilijk te doen om je band op te pompen. Dus zo moet hij komen. Je ziet dat hij nu van het ventielgat afwijst. Nou ga ik dus weer een set van 9 stuks in die velg doen. 2, 4, 6, 8, 9. Ga ik even die nippels eraf halen. Oké, nou deze spaken die steek je dus in die velg, in de onderste velg, van binnen naar buiten. Dat is wat lastiger. Nou, dat kan niet missen, want er zijn nog maar een aantal gaten over. En daar komen deze in. Dan blijf je die chain overal aanhangen. Ik denk dat het toch wel nog is, als ik hem alvast omdraai. Want je moet hem omdraaien dadelijk. Dan zet ik de andere er ook in. Die steek ik dan van onderaf hierheen. Dat is even wat makkelijker, denk ik. Hier moet er nog een. En dan moet ik even kijken waar het ventiel zit en of ik nog goed de goede kant op ga. Of ik nog steeds zoveel ruimte heb. Hier zit hij, het ventiel. Dan moet ik dus die spaken van het ventiel af laten wijzen. En nu moet ik die eerste moet ik laten kruisen. En dan ga ik het niet meer halen met die spaken. Jammer joh. Nou denk ik, ja, ik moet even kijken, want volgens mij gaat het niet goed. Wat ik namelijk denk hier zo, omdat ik maar één keer kruis, dat ik geen 3 gaten had moeten overslaan, maar 2. En dan klopt het volgens mij wel, want nu ga ik het niet redden. Dingen zijn gewoon te kort. En dat is niet een centimeter te kort, maar dat is gewoon 3 centimeter te kort. Dus er moet ook verschil zitten in het aantal kruisingen. Dus ik ga eens even zoeken. Ik ga even internetten. Nou lees ik net op een site dat je voor een e-bike een aparte velg nodig hebt. Dus je kan niet zomaar blijkbaar elke velg gebruiken die je wil. Vandaar ook dat die op een aparte manier gespaakt is. Dat betekent dus dat ik die oude velg er weer op ga zetten. En deze niet gaat gebruiken. Niet gaan gebruiken. Ja, dan heb ik hem dus voor niks uit elkaar gehaald. Beetje jammer, maar dat geeft me wel de kans om die velg zwart te spuiten. Dan heb ik hem toch in dezelfde kleur als de achterkant. En dat is gunstig. Maar ik kan hem niet zomaar zwart spuiten natuurlijk. Ik moet hem eerst in de primer zetten en dan kan ik hem zwart maken. Ik heb de boel even afgeplakt. Tenminste, het remgedeelte heb ik even afgeplakt, want dat hoeft natuurlijk niet zwart te worden. En dan kan ik hem in de primer zetten. Is niet slecht. Die ziet er best mooi uit eigenlijk. Dus dan heb ik tenminste weer 2 redelijk gelijke velgen. Dus nu moet die alleen nog gespaakt worden. Maar alleen nog. En nu het wiel ontspaken. Ik doe het anders dan het normaal gesproken in de handleiding staat. In de handleidingen die op internet te vinden zijn. Want die elektrowielen die moeten volgens mij anders gespaakt worden. Als ik ze bekijk, dan zitten ze net even anders, die spaken. Ik steek ze nu van binnen naar buiten. En normaal gesproken begin je met van buiten naar binnen te steken. Maar ik heb hier natuurlijk het origineel zoals die gespaakt was. En dat is ook precies andersom. Dus ik hou dit gewoon aan. En dan mag ik aannemen dat het best goed gaat. Oeh, dat is zonde zeg. Er zit alweer een kras op.
is wel helemaal beschadigd hier. Dat is zonde. Oei, 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 oei. Net op tijd. Nou, ik heb hem helemaal gespaakt. Ik heb hem helemaal gericht. Hij is hartstikke recht. Band zit erop. Dus nou kwam hij op de fiets. Ik heb even een probleem, want het wiel past daar niet tussen. En dat komt omdat die moeren in de weg zitten. Die zijn net te dik voor dat wiel. Die moeren komen net tegen deze plaat aan. Je kan het zien, want hij is beschadigd. Dus dat is niet goed. En wat heb ik nou gedaan? Ik heb deze moer, dat is de oude moer van een oude motor, daar heb ik even een stukje uitgeslepen. Dat kan ik dus net langs die draad doen, want dat is het probleem. De draad zit hier natuurlijk op. En nou kan ik hem er wel op draaien. Ik zit alleen dat deze ring moet eraf. Want die zit net in de weg. Ik ga wel even kijken wat dat gaat worden. Ik kan in ieder geval die moer hier opdraaien. Nou, dat doet hij wel netjes. Dus dat gaat in feite wel goed. Alleen de vraag is, blijft dat zitten? Want daar zit natuurlijk een kier tussen. Nou. Maar daar ben ik niet helemaal van overtuigd. Dus eigenlijk moet die ring er toch tussen. Ja. Het is beter zo. Dan doe ik het toch maar zo. Ja, nu zit er wel een hele hoop ruimte tussen natuurlijk. Dus ik wil hier gelijk het dubbele van ruimte. Ja. Het houdt op mijn hout. Het houdt op mijn hout. Klinkt goed. Ik had nog een probleem. Want die moer die zit nog niet. Dus daar kom ik met een steeksleutel niet tussen. Nou heb ik een oude steeksleutel afgeslepen. Aan de zijkant en de binnenkant. Het was maar 20. Het is 21. Dus daar kon ik er net tussen komen om hem vast te draaien. Hij zal er niet uitvallen. Want hij kan niet weg, maar hij moet wel vastzitten natuurlijk. Aan de andere kant kan ik gewoon een dopsleutel voor gebruiken. Dat past zonder problemen. Nou, om die snoeren er weg zien te werken. En dat wil ik eigenlijk aan de achterkant wegwerken. Dat is natuurlijk wel het mooiste. En dan moet hij hier naar binnen. Dus dan zie je maar eigenlijk een heel klein stukje. En dat is wel mooi. Volgens mij moet dat wel gaan lukken. Ik zal even kijken hoe ik het vastzet. Maar daar heb ik al een idee voor. Ik heb dit blokje even gemaakt. Een heel klein blokje. Hier een gaatje. En hier een gaatje. Ga ik die door midden doen. Kijk, en daar kan ik dadelijk aan de binnenkant uiteraard die kabeltjes mee vastzetten. Schroefje erdoor, klaar. Nou, hier kom ik erg lastig bij, maar gaat wel lukken. Ik heb een gaatje geprint, want ik kom er natuurlijk niet bij met een boormachine. Hij zit wel. Nou, nog één hierboven, daar komt wel makkelijker bij. Ja. Ja, nou, dat zit goed zo. Nou, dan moet hij hierin. En dan moet ik hem hier binnen natuurlijk vastmaken, maar ik denk dat ik dat gewoon met een paar taaihebjes doe om die beugels. Ja, dan wil je alles vast gaan zetten. Verder. En dan kom je erachter dat hier nog een dopje zit wat op de moer moet van het wiel. Dus alles moet weer los. Nou, ik heb hem zover in elkaar. Het gashendel zit erop en zo, alles zit erop. En dan moet ik die draden in het tasje zien te proppen. Dat is ook wel een uitdaging volgens mij. Het moet eigenlijk.
Hij zit gelijk strak. Dat is heel goed. Nou, dat zit als een grote. Ik heb hier de klittenbandjes nu omheen gekregen. En die andere klittenbandjes die snijd ik eraf, want die heb ik toch niet nodig. Ga ik hem eerst testen voordat ik hem naar beneden breng. De gashendel zit erop, maar dan moet natuurlijk nog wel de handvaten op. Maar die staan hier even te drogen. Nou, het is me gelukt, alles zit erin. Hij is klaar voor de eerste test. Ik moet hem alleen nog naar beneden brengen, dat zal een dingetje worden. De ultieme test. Werkt als een speer. Als je mijn video nou leuk vond, vergeet dan niet even een duimpje omhoog te geven. Hieronder. Altijd leuk.